Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Dit is wel de weekvlog waarin we helaas afscheid moesten nemen van Boris. Dus die zaterdag hebben we helemaal niks gefilmd. Zondag een klein stukje op het strand. Maar hij is een beetje anders dan anders. Tess heeft zich heel erg groot gehouden. Dus ik denk niet dat ze niet verdrietig is. Ze is ontzettend verdrietig. Maar ze wil dat gewoon niet op video laten blijken. En dan doet ze een maskertje op. En dan is het net alsof ze een vrolijk gezellige meid is. Dat is haar afweermechanisme tegen verdriet. Jij hebt misschien een andere. Maar het is dus niet zo dat ze niet verdrietig is. Want ze heeft de hele week, elke avond, zichzelf in slaap moeten huilen. Dus dat was heel vreselijk. Maar de stukjes die jullie wel zien, gaan niet over Boris. Want daar komt een apart video over. Het is vandaag zondag en wij gaan Blondie en Vrona logeren. Knappe meisjes. Blondie. En oh, Vrona. Hey, Blondie. Oh, braaf. Ik ga stuk. Ik ben aan het thuislag. We hebben ze gelogeerd en nu gaan we naar huis toe. Het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag samen met Blondie in de les. Ik was vorige week op Vrona gegaan zonder beugels. En toen ik er afgegooid is in die richting. Ik heb van Sammy les en ze zei zo, ben je ooit van een paard afgevallen? En ik kon niks echt zeggen, dus ik ging een soort van binnenmonds praten. Toen trok ze mijn benen over tafel en stond ik ernaast. Dat was heel erg grappig, niet dat ik het erg vond. Dus ik heb taart meegenomen. Tada! En die ga ik uitdelen vandaag. Wat ga jij vandaag met Vrona doen? Nou, het weer ziet er goed uit, dus ik ga denk buiten eten met haar. Nou, niet buiten, maar in de buitenbak met haar eten. Dus de rest moet doen. Go! Bij C naar rechts. M, Tess, gebroken lijn. Lieke van de hand veranderen. Bij A de linkerhand geven. Bij F de buitenste gebroken lijn. De binnenste van de hand veranderen. C slangenvolte met 3 bogen. Niet bij aanrijden. Als je die volte 1 keer rond bent, maken jullie een volte 10 meter bij de B en bij de E. Sluit zo meteen achteraan aan. Wacht even, Sarah. Volte 10 meter bij de B en bij de E. Ja, kijk maar of je er weer bij kan komen, Sarah. Oké, daarna gaan jullie weer rechtuit. Bij F en H van hand veranderen.
bij C afwenden. Bij C afwenden. Dan gaat Tess zo meteen naar rechts, Shelly naar links en zo door. Dus Tess naar rechts, Shelly naar links en zo. Oké, gelijk van de hand veranderen. En dan bij H en M terug naar X. Dus je gaat wenden naar de X. Het is dus in de les met Ballonie. En wij gaan ook even rijden na de les. Met Vroontje en Poetsen ga ik erop zadelen. Lekker nou, gisteren, vorige week is Tess van Verona afgeduwd door Sam. En nu moest ze trakteren. En nu heeft iedereen de staart. En staan ze... Vind je het lekker? Wat was het? Appelkruim. Je hebt appelkruim, maar er was er nog één, die andere. Wie heeft... Welke is dat? Speculaas pudding kruimelvlaai. Is dat lekker? Speculaas pudding kruimelvlaai? Heel lekker. Laat zien, Tess. Van dichtbij. Oh ja, laat proeven dan. Nee. Hè? Nee, ik wil gaan proeven. Geen hapje. Oké, okay, nou wil ik niet meer. Nee, ik wil niet meer. Nee, smaak gewoon een pudding met speculaaskruiden. Dus nou ja, de kindjes hebben allemaal taart gehad. Dus die zijn weer tevreden, denk ik. Wat was de les? Leerzaam, wat heb je geleerd? Zo, Rona en ik hebben lekker gegalopeerd net in een hele leeg bak. En die is nog steeds leeg, dus dat is wel even heel erg lekker. Nu even uitstappen, ja vrouwtje. En ik hoop dat Tessa zo meteen klaar is met Mandy en met Chino. Nu kunnen we lekker naar huis. Ja, lekker hè, even lekker, ja. Zo. Ik ben nu samen met Chino. En Chino en ik zijn vandaag een beetje in de kusjestrein. Je zit aan mijn armen. We zijn elkaar net kusjes aan het geven. En een beetje aan het bollen met elkaar, maar weet je, dat is ook leuk. Ik kom hier, kom. Hij staat even los. Ga ik zo de hapjes doen en dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb ook lekker een jas aan dat je over 25 kilo zwaarder bent. Ik moet zeggen, het valt wel mee, want je ziet heel duidelijk dat hij echt te groot is ook. Heerlijk. Dit is een jas van mama, die is zo warm. Maar kijk, het allerleukste. Nou, dat is toch helemaal gezellig. We kunnen hem ook andersom doen. Dat is misschien nog wel leuker. Nee, mag niet. Kijk, zo is hij eigenlijk leuker. Ja, eigenlijk staat wel leuker ook. Ja, staat ook leuker bij een grijze broek. Bij een grijze wat? Broek. Is het grijs? Nou, wat wil jij het noemen dan? Blauw, toch? Is dat blauw? Ja, het is toch blauw? Grijsblauw dan. Oké. Okay. Of je hebt hem gewoon zo vies gemaakt. Ja, dit is natuurlijk allemaal gewoon stof. Oh. Kijk, want hier is die blauwer als hier. Ja, soms moet je rijbroek wassen dan. Ja, tip van de maand. Het. Ja, ik moet zeggen, zo met die balkenshow, dat helpt ook. Ja, dat helpt niet. Goed, zo, blijf mooi terug, hè Tess? En probeer te voelen dat je aan twee teugels dat kneedzand houdt, hè? En hou hem allemaal van je kuiten aangesloten aan je paard. Dat alles waar je teugels sturen, dat je kuiten dat ondersteunen. Goed zo. Ja, hartstikke goed, hartstikke goed, hartstikke goed. Zo, best goed in de schouders, hè? Zo, ja. Heel goed. Linker teugel, een beetje zo tegen haar nek aan te duwen, dat je de hals naar
lukken eigenlijk. Goed zo. Heel goed. Ja, super. Die kuiten blijven eraan. Mooi los in je rug en in je buik zijn. Dat je de beweging mooi kunt volgen. Kijk waar je naartoe wil. Kijk waar je naartoe, ja? Heel goed gedaan. En recht. En weer alsof het niet gebeurd is. Goed. Nou, dat is alweer een vooruitgang nummer 1, hè? Zo. En weer gewoon hetzelfde aanrijden. Mooi recht. Mooi recht. Heel goed. Zo, ja. Heel goed. Rustig de tijd nemen om weer netjes aan te galopperen. En dan zo. Ja, goed zo. Dus niet te veel die neus de bocht om, maar die hals de bocht om duwen. Zo, ja. Heel goed. Gaat ze te hard? Niet strak zitten tegenhouden, maar los zitten. En in weer. Heel mooi gereden. Super. En let op dat je niet net tussen die balk en die sprong nog dieper je kont het zadel induwt, hè? Ja. Blijf op die beugel steunen. Ja, dat was de beste. Goed zo. En Blondie dacht ook ineens, hè? Waar is Tessa de kont nou? Voelde je dat, dat je hier dacht, hè? Ja. Goed zo, heel goed. Hou mooi recht. Super, even stappen. Dit gaan we direct op de harde schijf zetten, hè? Hartstikke goed, Tess. Ja, oh, oh. Wel je binnenkuit erbij, binnenkuit erbij. Zo, ja. Twee teugels, ja goed hoor. Springles met Blondie gehad, dat ging echt heel erg goed. We springen nu niet meer als een kikker, dus we zijn nu niet de Rick de kikker meer, van buiten wel. Nu gaat Blondie samen met Vroontje in de molen en dan opruimen. Ja, opruimen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Binnenkort, zoals gezegd, apart een video over Boris. We laten het in de weekvlog niet echt terugkomen, omdat dan aan alle kanten natuurlijk de tranen erin schieten. En dat is op zich natuurlijk niet heel erg, maar Tess vindt dat gewoon niet fijn, dus die doet dat niet. Die gaat wel een aparte video opnemen met het hele verhaal van Boris. En die krijgen jullie binnenkort te zien. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doeg!